Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik weet even niet wat dag het is. Het is woensdag, maar ik weet even de datum niet. Ik ga eventjes wat eten. En welkom bij een nieuwe... Ja, ik ben Jennifer Dekkers. Sorry. Ik ben net wakker. Ik ga naar de huisarts vandaag. Voor een bevolkingsonderzoek vanaf 30 jaar en ouder, tot 60 jaar of zo. Voor baarmoederhalskanker. Iedere vrouw krijgt dat. En ik ben wel nieuwsgierig hoe dat gaat. Het is geen prettige, geloof ik, maar het is wel nodig. Ik doe graag aan mee eigenlijk. Vooral nu mijn moeder die rotziekte heeft gehad. Niet dat ze baarmoederhalskanker had, maar longkanker. Uitgezaaid en zo. Wat ik bij mezelf eigenlijk merk is dat als mensen zich mij gecondoleerd zeggen in mijn gezicht, of als ik het zo zelf zeg, dat ik toch wel emotioneler word. Ik denk dat het erbij hoort. Bij het rouwen of zo. Ik heb geen idee. De huisarts weet niet dat mijn moeder overleden is. Dat ga ik vandaag ook zeggen. Maar waarschijnlijk weer een jankboel. even kijken. Ik ben nog net wakker. Rond 9:30. Ongeveer rond deze tijd. Het is nu 8:57. Er kan picknick komen. Dus ik ben eigenlijk wel op tijd wakker. Het is eigenlijk eventjes afwachten, maar ik ga wel gewoon op tijd weg. Dat dan weer wel. Ik ben echt net wakker. Maar ik heb me wel al gelijk aangekleed, dat doe ik altijd. Nou, ja, altijd. Als ik vrij heb, doe ik dat niet, maar ja, als ik toch ergens heen moet. Het geluid wat je nu hoort eigenlijk is de verwarmingsketel. De verwarming heb ik weer aangezet. Maar ik ga eventjes lekker eten. En dan zie ik jullie straks weer. Oh ja, en Ko komt nog langs. Ko komt ook even hierheen. Dus ik hoop dat het wel een beetje redelijk goed met hem gaat. Of gewoon goed. Hij moet het meeste verwerken als je 21 jaar samen bent geweest. Maar tot zo allemaal. Onderzoek heb ik gehad bij de huisarts. Een paar vrienden zeiden van tevoren tegen mij dat het pijn deed of zo. Dat het heel eng was. Ik vond het onderzoek heel erg meevallen. Ik vond het een beetje kietelen eigenlijk, een beetje een vreemd gevoel. Maar niet raar. Een beetje raar, maar voor de rest geen pijn. Eigenlijk. Ik ben bezig geweest met opruimen. Wasrek staat hier. En ik heb net wat kaarsjes aangestoken voor gezelligheid. Ko komt om 1:00 hier. Het is nu 12:30. Ongeveer. En ik wou kaarsjes aansteken. En dat kun je wel zien hier zo'n beetje. Daar zo. 2, ook in dat witte ding daar zo. Maar dat is nu even niet zo heel goed te zien. En hier zo op tafel. Beetje schoon gemaakt zo. Alleen ik ben nog steeds de oplader kwijt van die camera. Ik kan het nog steeds niet vinden. En dat is zo vervelend. Maar ook hier heb ik kaarsjes aangestoken. Ik zit nog te bedenken wat ik in dat potje daar kan doen. Of dat ik hem ergens anders zet of zo. Maar dit is wel heel erg leuk. En die bloem is trouwens in elkaar gezakt gisteren, die amaryllis. Hij is zo in elkaar gezakt gisteren. Ik denk dat hij de druk niet meer aankomt. Ik weet niet of ik het nou eraf moet halen of zo. Ik heb echt geen verstand van dit soort planten. Hij hangt ook, of hij zit heel erg scheef. Moet ik hem recht zetten of zo met iets? Ik heb echt geen idee. Ik ga maandag weer beginnen met werken. En ik wou even zeggen, het is 27 januari. Ik ga gewoon een beetje mijn gangetje. Maar ik merk nog steeds, als mensen vragen hoe het gaat of... zeggen heel veel sterkte of zo, of gecondoleerd. Dan merk ik het wel heel erg. Dat ik dan een beetje emo word. En dat is moeilijk. En ook als ik de woorden zo zelf zeg, ik merk het ook. En ik denk dat het bij rouwen hoort of zo, maar ik vind het aan de ene kant zo raar nog. Ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Vince zegt van wel. En ik denk dat jullie dat ook wel hebben, dat het erbij hoort. Maar ja, het is de eerste keer dat ik echt mijn moeder verlies. Nou ja, nogal logisch.
Maar ja, ik heb wel eens een tante verloren, mijn lievelingstante. Maar toen was ik nog jonger dan nu. En het is vreemd. Om nu met mijn moeder zo. Ja. Ik kan er wel over praten zo. Maar het is vreemd. Ik heb ook trouwens weer 2 condoleanskaarten erbij gekregen. En het grappige is, 2 dezelfde. Wel van andere persoon, maar 2 dezelfde kaartjes. En dat is heel erg lief. Maar ja, je kunt ook niet weten wie wat stuurt. Het is eigenlijk het kaartje, wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. En daarvan heb ik 2 keer dezelfde, maar wel van een andere afzender. Maar ik vind het heel erg mooi en ik laat ze ook even zien aan jullie. Deze. Deze heb ik dus dubbel. Maar wel, ja, zoals ik zei, van een andere afzender. Daar dus. En het is een beetje druk in de straat nu. Ik weet niet wat er aan de hand is. Totaal niet. Maar ik ga proberen verder een beetje op te ruimen. Dingetjes wegzetten. En dan zien jullie me straks weer. Dus tot straks. Co is geweest. We hebben niet gevlogd of zo toen hij er was. Maar we hebben even naar de dienst teruggekeken. Hij had de USB-stick daarvan mee. Ja, was wel weer heel erg emotioneel, hè Vince? En nog een emotionele moment voor mij even later. Ik weet niet of het me lukt om het te zeggen. Ik ga het wel proberen. Ja. Ik liet aan Co zien welke bank Vincent en ik heel graag wilde voor deze woning. En dat was die bank die ik in de eerdere vlog heb laten zien over dat we bij Leen Bakker waren, als het goed is. Ja, Leen Bakker. En dat de wens van mijn moeder was om de helft mee te betalen. En dat had ik sowieso niet verwacht. Dus daarna waren de sluizen even open gegaan. Het was echt onverwacht. Ik wist het ook niet en Vince had iets van, hè? Serieus? En ja, je mag niet tegen de wens ingaan van je moeder, vind ik. Maar dat was dus een wens van mijn moeder, dat zij wou meebetalen aan de nieuwe bank voor hier zo. En dat wist ik echt totaal niet. Ik heb dat dus echt goed geheim gehouden. Dat vind ik heel erg lief. Gelukkig hebben we geen bank uitgekozen voor 2000 euro. Dan had ik sowieso gezegd van nee, laat maar. Dat kan ik je niet aandoen. Toch, Vince? Sowieso vind ik dit heel erg lief van Co. En ik heb Leen Bakker net een e-mailtje gestuurd of we iets in de winkel zelf moeten regelen. Dat we dan langs moeten komen als die lockdown voorbij is. Als het voorbij is dan in ieder geval. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat ze gaan zeggen. Want het gaat eigenlijk om het zitgedeelte. Dat de lounge gedeelte, zeg maar, waar je met je benen helemaal lang uit op kan, aan de rechterkant is. Dus als ik zo ga staan, dat die dan aan de rechterkant hier is, dat lounge gedeelte. Zo. En dat moet dus. En ja, tijdens als je gaat bestellen zo ineens random, ik weet niet of dat gaat. Of dat ook wel kan. Dat is mijn vraag. En wat gaan ze hier nou in godsnaam doen? Hé, hey, maar dat ding is hier vanmiddag al geweest. Slimmer afvaltransport. Die was vanmorgen hier al geweest. Of vanmiddag, weet ik veel. Of ze gaan nu eindelijk de afvalbakken legen. Zou ook eens tijd worden. Op 27 augustus, hè Vince? Vandaag weer dus. Zou eens tijd worden. Ze zaten alweer vol. Maar ze doen het nu wel wat vaker, merk ik. Ik denk dat ze heel veel klachten hebben gekregen van buurtbewoners. Ja, het kan ook zijn dat deze weer de glas gaat doen. Dat is ook weer zoiets. Het glas gaat doen. Ja, het is vanochtend geweest. Ja, en die is vanochtend geweest. Dus deze is denk ik hetzelfde. Nou, als het niet eruit. Hè? Nou, als het eruit. Misschien een paar. Ja, nou, ik laat het even zien. Ja, hij stond eerst anders. Stond hij met de rijdende richting die kant op. Terwijl het hier eenrichtingsverkeer is. Oh nee, deze doet wel het afval. Jee, al het afval gaat weg. Wees voorzichtig. Jee. Alle afval gaat weg. Dat ding is lang, joh.
Oh, er zaten mooie blikken tussen. Zonde. Nou ja, al het afval is nu weg, hè, die. En dan wordt de andere gedaan. Volgens mij zijn er twee of zo die daar staan, of niet? Zijn er twee of niet? Ja. Die afvalbakken. Ja, twee afvalbakken. Eentje van karton, hè? Eentje karton. Een ander is glas. En een glas. Zo, die is weer terug. Nou, dan hebben jullie een stukje gezien hoe ze dat doen. En de volgende wordt weer gedaan. En dat is wel grappig om te zien. Oh, hij doet er maar één. Nah. Schandalig, hij doet er maar één. Nou ja. Nou, oké. Okay. Zonde. Nou, we hebben zo meteen een Zoom-meeting om 5:00. Het is nu 4:15. Ik ga daar proberen bij te zijn. Ik ga het gewoon proberen. Ik moet toch gewoon leven weer oppakken. Hoe moeilijk dat ook is. Ja. Nou, tot straks mensen. Ja, jullie zien het waarschijnlijk aan mijn hoofd. Ik heb weer een huilbui gehad, zoals ik eerder heb gezegd. Je gaat bijna weer. Hè? Je gaat bijna weer. Ik ga bijna weer. Oh, nou, het zal wel. Bedankt. Voor de herinnering kan ik zo meteen weer beginnen. Ja. Oh, zeg later. Ja, nou hou je kop. Niet zeggen, niet zoveel zeggen dan. Oké. Okay. Dank u. Tot straks, mensen. Ik ga zo slapen, Vince ook trouwens. Hij, steunt me nog steeds, troost me nog steeds. Je wil zeggen, hij zegt dat hij functioneert als boksbal. Soms als ik echt gefrustreerd ben of zo, of geïrriteerd. Doet hij zo zijn arm naar mij toe van sla maar. Oké, dan kan ik meppen erop. Maar dat is ook weer aan de ene kant heel erg zielig, vind ik, want dat is niet de bedoeling. Ik ben niet van glas, zegt hij. Nee, oké. Maar ik heb ook een soort iets stoms eigenlijk. Dit dus. Dit zijn dus eigenlijk alle dvd's hier van mij. Ik was een dvd aan het zoeken en ik heb hem nog steeds niet gevonden, maar ik weet 100% zeker dat ik hem heb. Dus ja. Crazy. Ik ga deze even uitzetten, dit nepkaarsje. Die staat uit. Die andere gaat ook uit. Ik heb trouwens ook de bank besteld met Vince samen. En die moet binnenkort binnenkomen. 3 februari. Dus ik ben benieuwd. Ik had een e-mail gestuurd van ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik kan niet aangeven welke kant die bank moet of zo. Toen hebben ze me een mail gestuurd van je moet het zelf intoetsen. Oké, links. Hij moet aan de linkerkant zitten. Dus als we gaan zitten op de bank of met onze rug naar de bank staan. De bank staat naar voren dus. Moet hij aan onze kant rechts. Dus we hebben hopelijk de goede gekozen. Anders hebben we een klein probleempje. En dat willen we ook niet hebben. Wat zeg je? Ik twijfel nog steeds aan mijn visie. Nou, doe lief. Nou ja, rekenen sinds we die bank besteld hebben. Dan moeten we dieren links, rechts, links. Hij loopt wat te roepen over links, rechts over de bank. Nou ja, het zal allemaal een rotzak zijn nu. Nou, ik heb een beetje opgeruimd eigenlijk op die dvd's. Nou, ik ga morgen verder zoeken en eigenlijk alle dvd's die ik nu zie hier zo ga ik op de computer zetten welke ik heb in een documentje. Wordpad of Word, weet ik veel. Microsoft Word. En dan zien we het wel verder. Maar ik ga jullie vragen om weer voor de volgende keer te gaan kijken. Dat zou ik leuk vinden. En te gaan abonneren. Dat zou ik ook heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer. Tot later.